En ik heb drie helden daarvoor uitgenodigd deze avond. En de eerste die ik erbij wil vragen is Julia. Heel groot applaus voor Julia. Julia, kom erbij. We hebben voor jou de bank gereserveerd. De tweede die ik erbij wil vragen is Laurens. Laurens, kom erbij. Onze worshippastor. En de derde die ik erbij wil vragen, een welbekende citypointer in onze kerk, dat is Calvin. Calvin, kom erbij. Heel tof. Calvin, die stoel is voor jou. En dit zijn niet mensen die we net uit de rij hebben geplukt. Van, hey, zou jij misschien vanavond op het podium op willen komen? Dan gaan we met elkaar een gesprek voeren. Dit zijn mensen die hier in de kerk zitten, die meebouwen en die fantastische mooie dingen doen voor zijn koninkrijk. Dus dat is heel gaaf. We missen trouwens nog wat microfoons. Thanks. Thanks, Sandra. Bedankt. Heel gaaf. Hey, super gaaf dat jullie hier zijn. Hebben jullie er zin in? Goed zo. Zeker, ja zeker. Goed zo, goed zo. Hey, we gaan mooie dingen bespreken vanavond. En ik denk dat dit een heel mooi en belangrijk onderwerp is. En God wil tot ons spreken, dat weten we zeker. Hij is een hemelse vader. Hij is een vader en hij wil voor zijn kinderen zorgen. En ja, wat doet een vader met zijn kind? Die spreekt graag tot zijn kinderen. Die wil graag met ons communiceren. Als wij alleen maar bidden en er zou nooit iets gebeuren, er zou nooit iets te horen zijn, of alleen maar één richtingsverkeer, ja, dat zou lastig zijn. Het is lastig voor onszelf, maar Gods hart is ook zo van, hey, ik wil graag een relatie. En dat komt van twee kanten. En dat is het mooie in je relatie met God, dat dat levend is. En dat komt niet alleen maar van één kant. Dus God wil spreken, maar dat kan ook iets wat je misschien nog helemaal niet weet. Er zijn misschien mensen vanavond in de zaal die helemaal geen idee hebben van, oh, wil God dan spreken? Hoe weet ik dat in de Bijbel? Hebben jullie een tekst waardoor je weet van, nou, als ik door die tekst weet ik gewoon, God wil met mij praten, hij wil mij leiden, hij wil mij sturen in een bepaalde richting. Wie wil er beginnen? Laurens. Hey. Jij bent al warm gedraaid hier. Dus. Ja, precies. ja, goede vraag. Goeie vraag. Ik denk dat een van de dingen die mij heel erg aanspreekt, het gaat van God, als het gaat over God die tot ons wil spreken, is het moment dat hij Jezus naar ons stuurde. En dan heb ik het over de tekst in Johannes, waarin staat dat hij het woord, zeg maar, dat Jezus is het woord. En dat hij het woord ook naar de aarde stuurde. En eigenlijk door Jezus wil laten zien wat, hè, ja, zijn stem, zijn dingen die hij zegt, zeg maar, de inhoud. Dat alles in Jezus, zeg maar, tevoorschijn komt. En ik denk dat dat een van de mooie manieren is hoe God tot ons spreekt, door naar het leven van Jezus te kijken. Mooi, mooi. Calvin? Ja, bij mij was het eigenlijk iets anders. Ik was een keertje de Bijbel aan het lezen en ik las de tekst 2 Samuel 2:1. En daar stond er, David vroeg daarna aan de Heere, zal ik teruggaan naar Juda? En de Heere antwoordde, ga. Naar welke stad moet ik gaan? Vroeg David. Naar Hebron, was het antwoord van de Heere. En ik dacht van, hallo God, hoezo kan ik zo niet met jou praten? Zeg maar. Ja. Dus ik zei van, ja, dit heel wil goed. Ik ook. En in de Bijbel staat er ook in Romeinen 2:11 dat God maakt geen onderscheid. Dus David heeft geen speciale, zeg maar, toegang tot God, zeg maar. En God verandert niet. Dus wat toen gebeurde, kan nu ook gebeuren. Dus daarna ging ik eigenlijk op zoek naar de stem. Mooi. Super gaaf. Echt mooi. Ja, mooi. Julia. Heel mooi. Dank. Ja, heel mooi. Ja, ik moet denken aan wat jullie in het begin zeiden. Zo heb ik eigenlijk God leren kennen. Dat ik kende God wel in de zin van Bijbelverhalen. Heel veel Bijbelverhalen gehoord in mijn kindertijd. En tot het moment dat ik tot ontdekking kwam, want dat het niet God van de geschiedenis is, maar van een relatie. Dat hij je vader is, dat hij met je wil praten, dat je tegen hem kan spreken. Dat was eigenlijk de start van mijn bekering. En heel snel kreeg ik ook een tekst, dus daar moest ik heel erg aan denken. Die staat in Psalm 34 vers 8. En die heb ik eigenlijk altijd bij me, die tekst. En daar staat, ik leer en onderwijs je de weg die je moet gaan. Ik raad jou, mijn oog is op jou. En dat is altijd bij me geweest. En dat heeft mij altijd, als ik naar God ga, altijd dat geloof gegeven. Hoe dan ook, maar God gaat antwoorden. Wow, supermooi. Dus je blijft eigenlijk altijd vasthouden in die tekst van waar je ook doorheen gaat. God zal antwoorden op hoe lang het ook kan duren. Ja. Mooi. Heel mooi.
En ik vond het ook wel mooi, ik las ook deze tekst van de week en ik dacht van, oh, dat is ook wel echt een hele mooie. Johannes 10 vers 27, in de King James vertaling, daar staat, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Dus eigenlijk zegt Jezus hier zelf, mijn schapen zullen mijn stem verstaan. Ze kennen mij, en ik ken hun, en ze volgen mij. En hierin weet je zo, door deze tekst weet je zo van, wij mogen de stem van Jezus horen. Hij zei letterlijk zelf, mijn schapen zullen mijn stem horen. En daardoor weet ik ook zelf van, hey, wij mogen de stem van Jezus horen. Hij noemt ons zijn schapen, en ik noem hem mijn herder. En als dat zo is, dan kan ik zijn stem horen. Dus dat is voor mij een hele mooie bemoediging. Hoe ik weet van, hey, God wil met ons praten. Hey, en God, als we praten over Gods stem verstaan of Gods leiding volgen, dan kunnen we soms bidden en we kunnen verwachten een stem die luidt uit de hemel. En die zegt van, Laurens, call for Julia, je moet vandaag dit gaan doen. Of je moet vandaag dat gaan doen. Maar meestal is dat niet het verhaal. Meestal is het niet zo makkelijk. Tenminste, ik heb nog nooit hoorbaar de stem van God gehoord. Lijkt me wel een keertje heel vet. Maar nog niet meegemaakt. Misschien gaat het nog komen. Hoop ik. Bid ik voor. Gaan we voor vasten deze week. Maar meestal is het van geest tot geest. Dat wij zijn geest, ziel en lichaam. En God communiceert dan tot onze geest. En hij is zelf geest. En niet tot onze oren, zeg maar. Onze letterlijke oren. Maar er zijn heel veel manieren hoe God kan spreken. Door bijbelteksten heen. Dat is een heel vaak voorkomende. Door andere mensen heen. Dat gebeurt ook heel vaak. Maar ook door dromen die we kunnen hebben. Door visioen. Of zelfs door de natuur. Of door een dier. De ezel, hè, in de Bijbel. Er zijn heel veel manieren hoe God kan spreken. En dat is zo leuk. Dat is voor iedereen ook anders. Soms vind je met God een manier. Of God geeft jou een manier hoe hij met jou praat. En daar ben ik heel benieuwd naar. Hoe spreekt God tot jullie persoonlijk? Ga ik toch weer bij jou beginnen, Lau. Ja, sorry. Dat is Sjaak, oké. Ja, ik denk precies zoals jij net zei, op heel veel verschillende manieren. En primair eigenlijk door zijn woord, de Bijbel. Is het, niet voor niets heet het woord van God. En dus ik geloof dat God al heel veel al heeft gesproken, zeg maar. En dat, zeg maar, alles wat daar in zijn woord is, dat genoeg is voor ons. Ook in ons leven, om ons leven op te bouwen. En er staat superveel wijsheid in, er staan heel veel antwoorden, er staan heel veel voorbeelden in, heel veel verhalen in. Dus ja, dat is vaak een van de eerste dingen waar ik naartoe ga, is dan ook in Gods woord. En ook als ik het idee heb van, oké, is dit nu Gods stem of is dit gewoon mijn eigen, weet je wel? Ik weet niet, hebben jullie dat niet, dat je soms... Ja, ik heb dat soms wel, dat ik gewoon met mezelf praat, zeg maar. En dat ik dan... is dit Laurens of is dit God, zeg ja, maar. Precies, ja. Weet je. En van, je ziet er goed uit en zo, is dit God of ben ik dit gewoon? Volgens mij is dit God. Je ziet er goed uit. Zoals. Nee. Wat lach je? Dat is helemaal niet grappig. Volgende vraag. Nee, maar ik denk dat een van de beste manieren is. Gewoon te testen in Gods woord. Van, is dit Gods stem? Want hij zal zichzelf niet tegenspreken. Dus als het zeg maar in zijn woord staat, dan... Dus jij zegt eigenlijk van, ik kan heel lang vragen. Heer, wilt u het op me spreken? Maar meestal staat het gewoon in Gods woord ook. Ja, maar ook als ik een gedachte krijg, weet je wel, of iets waarvan ik denk van, hey, dit is misschien God die spreekt, dan is het wel goed om het altijd even te checken. Je legt het naast de Bijbel, van staat ja, het... dat is een van de dingen, denk ik. Een hele goeie, dat is een hele goeie inderdaad. Naast de Bijbel leggen, wat hoor ik en wat staat er in de Bijbel? Matcht het met wat Gods woord zegt? En dat is een hele goeie, zeker weten. Calvin, hoe zit het bij jou? Ja, bij mij is het ook ongeveer hetzelfde, vooral Bijbel lezen inderdaad. Want ik merk eigenlijk dat als je Gods woord niet kent, kan je Gods stem niet herkennen. Dus bij mij begon het eigenlijk vooral met Bijbel lezen. Daarna begon ik een echte irritante manier van communiceren, kreeg ik met God. En dat was, hij maakte me wakker in de nacht en ik moest de tijd markeren. En dan, het gebeurde dan meerdere keren per nacht. En in de ochtend moest ik gaan opzoeken in de Strong's Concordance, zeg maar. Welke woord het is in de Bijbel en dan de tekst opzoeken. Wow. Het was een hele proces. Maar na een tijdje zei ik tegen God van ja, ik kan niet elke avond zo 3 keer, 4 keer wakker worden. Dus dat gaat er niet worden. God wil je aan het werk zetten, bro. Ja, dus ik krijg die teksten niet voor niets. Ja, dus daarna begon ik eigenlijk, daarna las ik eigenlijk die 1 Samuel verse en ik ging eigenlijk achter dat aan. En het was best wel gek. God had me in contact gebracht met iemand via YouTube of zo.
dat mij kon helpen eigenlijk om Gods stem te verstaan in mijn geest. Dus dan, dat ik dan bijvoorbeeld, dan lees ik een Bijbeltekst en dan wacht ik heel eventjes en dan hoor ik God dan iets bijvullen erbij. Alleen dat moet je dan natuurlijk wel naast de Bijbel zetten en kijken of het wel klopt. Maar dan kan ik ook bijvoorbeeld God vragen, wat moet ik vandaag doen? En dan hoor ik van, doe dit, doe dat. Maar dat is nog iets wat in zeg maar een groeifase is. Wat nog groeien is. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, mooi. Julia. Ja, verschillende manieren zijn er natuurlijk. Ik heb één keer heb ik Gods stem echt gehoord. Heel kort. Dat zit ik eigenlijk nu op luisteren. En denk ik van, ja, was ik in een hele moeilijke situatie. En daar was ik met God over aan het praten. En toen hoorde ik drie woorden. Dit is bij mij. Echt zo'n echt een hoorbare stem. Dat vergeet je ook nooit meer. En daarna was ook die situatie, die was niet over. Maar hij was wel, er komt wel heel veel vrede van God dan. Dat is zo bijzonder. Hè? God doet dan iets in jouw hart. Maar ook wel, ja, ik heb ook wel eens via een preek. Dat Kees en ik, mijn man en ik, echt op een kruispunt stonden. Van welke kant moeten we nu op? De ene weg was heel gaaf, makkelijk, mooi en allemaal voorzieningen voor ons. En dus ik had echt zoiets van, nou, dit is God, dat is zijn stem. En de andere, er was nog een weg en die was eigenlijk heel erg moeilijk. Ik dacht van, nou, dat kan nooit God zijn. En toen gingen we zondags naar de dienst en ik weet nog dat Pastor Mathilde die sprak. En die had een preek met de woorden van, wil jij de moeilijke weg gaan? En toen wisten we echt heel duidelijk. Het was uit de tekst, ik geloof Romeinen 15, waar staat dat Paulus zegt over de discipelen van die en die hebben zich heel veel moeite getroost voor het evangelie. En dat was toen het antwoord voor ons. En we zijn ook inderdaad die moeilijke weg gegaan, een weg van geloof. Weet je eigenlijk niet voor je, elke stap die je zet, weet je eigenlijk niet welke je, hoe het eruit ziet. Ja. En ook wel, mag ik nog even vertellen? Ja. Ja? Dat was heel, ja, dat heeft met toekomst te maken. Daarin herinner ik me dat als je vraagt naar je toekomst, toen vlak voordat Kees en ik trouwden, dat we zouden daar, we hadden ons daar ingeschreven, die plaats, en daar zouden we gaan wonen. En Kees komt onder werk. En toen gingen we natuurlijk bidden van, ja, hier, wat moeten we doen? Moeten we het doen? En toen zei God een keer tegen mij, 's avonds, ik weet nog echt, dan hoor je zo van binnen hoor je dat. Het was niet een duidelijke stem, maar echt zo'n vraag van binnen. Waarom niet? En toen noemde hij de woonplaats waar ik toen woonde. En dat vond ik echt helemaal niet leuk. Ik schrok daarvan, want ik had echt wel de dromen voor hele andere dingen. En we hadden toen, ja, ik kom echt uit een andere eeuw. We hadden toen nog geen telefoon, wij schreven elkaar. Dus we gingen brieven over en weer. En ik schreef dat naar Kees, wat ik had gedacht dat God zei. En die ging s'avonds op de bus. En de volgende dag kreeg ik een brief terug van Kees. Die had er ook geschreven. En daar stond exact hetzelfde in. Waarom niet? En toen dus de plaats waar we gingen wonen. Dus dat is ook een manier dat God echt heel duidelijk tot je kan spreken. Dus, ja, ja, heel mooi om te horen hoor. Zeker. En heeft een van jullie misschien nog een voorbeeld in je leven waarbij je echt ergens van aan het bidden was? En dat je echt een antwoord nodig had of leiding nodig had van God. En dat het ook echt kwam. Dat je echt voor het bidden was en dat je Gods stem heel duidelijk daarin verstond. Ja, Calvin, ja. Ja, ik heb eentje. Ik kan niet koken. En vader, we bidden voor Calvin. Hij is een Antilliaan en hij kan niet koken. Ja, maar zo, het kwam eigenlijk dat God zei tegen mij van, kom, ik ga met je inkopen doen. Dus ik ging met God inkopen doen. En dus dan ga ik, ging ik allemaal dingen inkopen. En nu koken we samen. Ik noem het Cooking with the Holy Spirit. Het is echt superleuk. Dit is echt vet. En het leuke ervan is dat, zeg maar, tijdens het koken leert God me dan bijvoorbeeld ook meer de Bijbelteksten begrijpen. Bijvoorbeeld dat van, we zijn de zout van de wereld. Hij liet me dan koken zonder zout toe te voegen. En uiteindelijk gooide ik de zout en merkte het verschil. En dat is dan wat wij moeten zijn in de wereld. En ik was zo van, maar ja, dat soort dingen eigenlijk. Supermooi. Dus je vraagt je elke keer af van, waarom eindigt die wijn en dat brood elke keer in mijn winkelwagentje? Volgens mij wil je. Heb je al een zeggen. YouTube channel of niet? Ja, ja. Cooking with the Holy Spirit. Ja. Nee, ik heb wel een YouTube channel, maar niet dat. Ah, ja. Hey. Wie weet, gaat in de markt? Like en subscribe. Zeker. Je moet die Insta-naam moet je claimen, man. Die Insta-naam moet je claimen. Lau, heb jij nog een voorbeeld?
die je wilt geven? Ja, ik heb wel een voorbeeld dat ik... Dat was denk best wel een donkere tijd, zeg maar, in mijn leven. Best wel zwaar. Waar ik... echt een periode waar ik bepaalde dingen ook wilde opgeven. En dat ik, zeg maar, echt... echt weer een tekst uit Gods woord kreeg. Waarin zei, ik heb niet opgeschreven... stay in this land for a while and I will be with you and will bless you. Dus weet je, datgene waar ik dan over aan twijfelen was en weet je, ook echt wel over aan bidden was, van ja, moet ik dit nog wel doen, moet ik dit opgeven, dat God eigenlijk echt zei van ja, blijf in dit land nog voor een lange tijd, want ik zal je hier zegenen en ik zal met je zijn. Dus dat was voor mij echt wel van oké, is goed. Het was niet makkelijk, zeg maar weet je wel, dat was wel een soort van bevestiging van oké. Eigenlijk een beetje die twee wegen van, oké, moet ik dit doen of dat doen? Ja, precies. Heel mooi. Een veelgestelde vraag is eigenlijk ook wel van, Lau heeft het al net een beetje aangeraakt, maar ook vragen of jullie aan Koffen daar nog iets over kunnen zeggen. Hoe weet je nou wanneer iets je eigen gedachte is, of wanneer het iets is wat God waarschijnlijk tegen je wilt zeggen? Julia. Ja, het is best wel, ik heb daar over die vraag ook best wel een beetje nagedacht. Ik denk van ja, wanneer weet je nu dat God is? Wanneer weet je nu dat het van jezelf is? Of de vijand kan natuurlijk ook tot je spreken. Ja. Maar ik denk dat als je het karakter van God kent, en dat gaat leren kennen wie God is, en wat hij graag wil doen voor ons, zijn goedheid, zijn grootheid. Hij wil je zegenen, hij wil je bemoedigen, hij wil dat het goed gaat met je. En als in die sfeer er dingen tot je komen, dan, dat is heel anders dan dat je naar God toe gaat en zegt van, Heer, ik wil dit en ik wil dat en dat lijkt me het allerbeste. En je zet echt een beetje je eigen wil daarop, dat je dat niet, je kan niet vragen aan God, zeggen van, Heer, ik geef dat, ik wil dit, maar ik geef het aan u, ik laat het los, u weet het beste. Maar als je het bij jezelf wil houden, je wilt het eigenlijk niet loslaten, dan denk ik dat het moeilijker is om Gods om Gods stem te horen. En ik geloof dat als de vijand iets wil zeggen tegen je, dan is het vaak in de vorm van een beschuldiging of een veroordeling of iets negatiefs. Weet je, dat je, maar ik geloof dat als we het karakter van God kennen, dat je dan heel goed van binnen weet, oh, dit is God, hij wil het beste voor mij. Mooi, duidelijk. Ik denk even genoeg daarover. Je hebt een heel mooi beantwoord. Yeah. Wat voor de meeste mensen denk ik zo is, en waar ik aan zelf aan het begin ook heel erg mee gestruggeld heb, is van ja, hoe maak ik het nou praktisch? Wat zijn nou handige dingen waardoor je dat beter gaat kunnen leren, zeg maar. Want het is een reis, hè? Het is iets wat je langzamerhand leert. Het is niet zo van de een op de andere dag hoor je Gods stem heel duidelijk. Net zoals het bij bijvoorbeeld wat jij net gaf, weet je wat, was dat maar zo. Kan ook, maar meestal is het stap voor stap, een reis met God. Ik wil jullie allemaal vragen om in één minuut per persoon wat praktische tips te geven hoe je kan groeien in het verstaan van Gods stem, van Gods leiding. Beginnen we met Julia. En dan. Voor mij gaat het heel goed als ik muziek aanzet, worship muziek. Dan kan ik heel goed focussen op God. En je bent alleen, in de Bijbel staat, we gaan naar je binnenkamer, je doet de deur op slot, maar je bent alleen, je zoekt God en de muziek draait en je pakt zijn woord en dan gaat hij tot je spreken. Of het is een woord, of het is van binnen, maar hem leren op hem te focussen, leren echt je aandacht aan hem te geven, transparant te durven zijn, dat je echt je hart durft te geven aan God, dat hij alle dingen van jou mag zien en... Wil ik graag leren en ben ik in het groeien. Mooi, Calvin. Ik merkte dat, zeg maar, om Gods stem, in mijn geest dan te horen, moet ik, I need to be like in tune, zeg maar, met de Heilige Geest.
En dat ben ik niet als ik bijvoorbeeld aan het zondigen ben zonder God te vragen voor vergeving, zeg maar. Dat ik dan zeg van God, dit is fout, help mij om het niet meer te doen. Dus ik weet niet hoe het, je zegt Nederlands, maar repentance. Dus ja. Ik moet heel vaak repenten, zeg maar, wil ik God horen. Want wat ik merkte was, zeg maar, de Heilige Geest leidt ons met onze gedachten, et cetera. Maar stel we zondigen, dan hebben we in dat moment de geest eigenlijk gevolgd dat niet de Heilige Geest is. En dan zeggen we eigenlijk met onze acties van Heilige Geest, we hebben je even niet nodig. En dan gaat hij een stapje terug doen. Dus je moet in die repentance blijven om de Heilige Geest op de voorgrond te houden, zodat je ook kan horen wat God eigenlijk tot je wilt spreken. Dus dat is eigenlijk mijn tip. Stay in repentance en ja, dat. Yes, mooi. Ja, Lau. Ja, wat mij heel erg helpt is, wat jullie ook al zei van alle afleidingen, weet je wel, dingen om die zeg maar uit te sluiten en proberen die weg te doen, uit te filteren en... voor mij helpt het bijvoorbeeld om een beetje de natuur in te gaan en gewoon stil te zijn. Alle gedachten die zeg maar al in mijn hoofd zitten, om die wel voorbij te laten gaan, zodat ze een soort van gepasseerd zijn. En dat weet je wel, die dingen waar je misschien aan dacht door de dag heen, dat je daar wel aan hebt gedacht, maar dan zijn ze ook weer weg. En eigenlijk ruimte maken daarvoor en toch gewoon God proberen te zoeken, ook in zijn creatie zeg maar. Ik denk dat zijn van die dingen die mij heel erg helpen. En waar ik dan altijd aan denk is, weet je, in het begin, zeg maar, in Genesis zie je dat God creatie, weet je, dat hij creëert ook door zijn stem, zeg maar. Dat hij sprak en dat er was licht en al die dingen zijn, zeg maar, die zijn er omdat hij toen sprak. En ik denk dat het mooi is dat we ook zijn stem daarin kunnen vinden, zeg maar. Weet je wel, gewoon, ik weet niet of je dat wel eens hebt, maar soms dan zie ik iets en denk van wauw, supermooi. En dan kan je bijvoorbeeld Gods glorie of Gods grootheid daardoor heen zien en verstaan ook of zo, van, weet je wel, en dat je daarvan mag genieten. En ja. Soms zijn het hele algemene dingen, soms zijn het hele persoonlijke dingen. Maar mooi, ja, mooi. En de laatste, denk ik, die voor mij echt ook geholpen heeft, is dat je, zeg maar, in je stille tijd, dan wil je vaak zoveel doen. Iemand die dat heeft, die wil worshipen, je wil God danken, je wil een boek lezen, je wil een YouVersion doen, het liefst ook nog een podcast luisteren. Iemand die dat herkent? Ja, ik zie heel veel handen. Mooi, dacht ik al. Maar je wil zoveel doen in die stille tijd, in die tijd die je inplant op die dag. Maar er is één heel belangrijk ding, dat we zo druk zijn met allemaal dingen doen, behalve met echt stil zijn. Echt stil zijn. En als je gaat zoeken in je Bijbel, ga maar zoeken op stil in je Bijbel. Kan je doen bij YouVersion, niet in een boek, maar wel in een digitale Bijbel. Dan ga je heel vaak vinden dat er staat vaker, wees stil dan je denkt. In Psalmen schrijft David zo vaak, ik ben stil, ik word stil. Habakkuk, ik ben nu stil, ik wil stil zijn. Ik wil stil zijn voor de Heere mijn God. Je leest zo vaak over stil zijn. En dat is iets wat we heel vaak moeilijk vinden in een maatschappij die continu doorgaat. En appjes heel de dag. En ik moet altijd bezig blijven. En als ik stil zit, dan wordt mijn vrouw boos. En als ik dit niet doe, weet je, je moet altijd... dat is een grapje. Maar weet je, je moet altijd bezig zijn voor je gevoel. Maar we kunnen ook gewoon stil zijn. Bij God zijn, in zijn aanwezigheid. In Psalmen staat, be still and know that I am God. Lees niet 100 boeken. Lees niet heel de dag door. Lees niet, kijk niet al je podcasts die deze zondag zijn uitgekomen. Maar, wees stil. En dat is zo'n belangrijke sleutel waar ik eigenlijk mee wilde afsluiten. En wat ik eigenlijk wil vragen, Julia. Oh, sorry, kan ik iets toevoegen? Sorry. Nou, vooruit, één ding. Ja, je wil zo graag... Ja, omdat je die stil zegt. En dat deed me denken. Dat is eigenlijk hoe ik Gods stem voor het eerst hoorde. Ik was de Bijbel aan het lezen. En iedereen heeft het wel eens een soort van tekst popt op. En je merkt zo van, dit is interessant. En ik stopte daar en ik vroeg aan God, wat wil je zeggen? En ik deed niks. Ik zat gewoon stil 5 minuten. En toen hoorde ik God voor het eerst iets toevoegen over dat tekst. Dus misschien kan je dat ook proberen bij de volgende stille tijd. Als iets oppopt, stil zijn, vragen. En het komt van beneden, van je buik. Het is heel raar, maar you'll notice it. Goeie man. Dat is een goeie. Julia, ik wil jou vragen om even een moment te nemen om te bidden voor ons. Voor ons allemaal. En laat je leiden. Ja, dank u wel, Heer, dat we... U een liefdevolle vader bent. En dat u niets liever wil, Heer, dat u ons met ons op wilt trekken. Dat u graag wil, Heer, om met ons samen te werken. Dat u fellowship met ons wil.
Vader, dat u ervan geniet, Heer, dat we groeien in u. Dank u wel dat u ons ogen en oren en een mond hebt gegeven, Heer, zintuig hebt gegeven, Heer. En ook geestelijk gezien, Heer, dat we ogen mogen hebben, Heer, die u mogen zien. De ogen van ons hart staat er in de Bijbel. Dat onze oren u mogen horen, dat onze mond over u mag spreken. Zo heeft u het bedoeld, Heer. En we vragen daarom, Heer. We vragen daarom. We hebben ook een verlangen. En als je dat verlangen hebt, als je honger hebt naar God, of je wil meer honger hebben naar God, ja, doe gewoon je handen open en ontvang. Ontvang van Hem. Zijn aanwezigheid raakt je aan. Zijn Heilige Geest raakt je aan. Heer, we willen elkaar zegenen met meer honger naar U. U heeft zoveel voor ons. Heer, en u zal ons nooit een steen geven voor brood. U zal antwoord geven, hoe dan ook, wanneer dan ook. Heer, en ik wil graag iedereen zegenen met vertrouwen in u. Geloof in u, dat u goed bent. Dat u het allerbeste voor ons wil. En dat u het heerlijk vindt dat we opgroeien, volwassen mogen worden in u. Dat we ook durven beslissingen te nemen. Durven met u op stap te gaan. Durven te bewegen. Heer, maak ons gevoelig voor uw Heilige Geest. Heer, raak ons hart aan. Dat we open voor u mogen zijn. Transparant mogen zijn. Dat we alles van onszelf aan u durven laten zien. Dan gaat u spreken, Heer. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.